Het Gouden Kalf voor beste montage 2019 gaat naar... Menno Boerema. Partner van Menno Boerema, en die ook inderdaad het Gouden Kalf in ontvangst heeft genomen, Petra Noordkamp. Oké, ik tril natuurlijk, maar dankjewel Daf. Vorig jaar was ik hier voor het eerst, met Menno natuurlijk. Toen won de net overleden Wouter van Luijn het Gouden Kalf voor beste montage voor La Hollandaise. Het moet echt geen gewoonte worden, die postume winnaars. Maar ja, deze is voor Menno. En als iemand hem verdient, dan is hij het. Dit kalf is ook voor Marjoleine Boonstra. Vooral als ze zometeen onverhoopt niet de prijs voor beste lange documentaire wint. Want meer dan 20 jaar werkten Menno en zij samen aan de montage van haar wonderschone films. In de 1,5 jaar voor zijn dood zagen die twee elkaar meer dan Menno en ik. Mijn films deed hij in de avonduren en deelde zij lief en leed in de montagekamer. Menno werkte heel graag samen met Marjoleine. Hij vond haar eigen camerawerk fenomenaal, deelde haar poëtische blik en bewonderde haar doorzettingsvermogen. Maar ik zie dit kalf ook als een groot eerbetoon aan Menno's gehele oeuvre. Meer dan 40 jaar van zijn leven heeft hij gegeven aan de Nederlandse en buitenlandse film. Het is ontzettend zwaar om die lieve man te moeten missen. Maar hij heeft aan zoveel mooie producties gewerkt, met velen in deze zaal. En je leven wijden aan film, aan de kunst, is wat mij betreft een van de beste keuzes die je in je leven kunt maken. Iets creëren dat het leven van andere mensen mogelijk verrijkt, dat heeft Menno zijn leven lang met een ongelooflijke intensiteit gedaan. Dus als ik me weer een beetje beter voel, ga ik ook weer aan de slag. En ik hoop dat iedereen hier, nu helaas zonder Menno, vooral door blijft gaan met het maken van bijzondere films. Maar bovenal ook niet vergeet om lief te hebben, want ook dat komt Menno als de beste. Wow. Menno...